op de bank in zijn pyjama. Zijn vrouw lag al lang te pitten. En Louis zat er met zijn check in zijn biertje. En hij dacht, ik zie het niet meer zitten. Er moet een keer wat gebeuren, want anders word ik gek. Dit kan niet langer zo doorgaan. Dat gezeur van dat wijf, ze houdt nooit aan pek. Godsallermachtig man, ik moet er echt iets aan doen. Hij dacht na over wat er allemaal mogelijk zou zijn. Wat zou er prachtig zijn, man. Een leven elders, een zonnige plek. En genoeg poen, nou, dat had hij wel, dus dat is al wel goed. Ja, nee, echt. Hij moest gewoon van het wijf af, dat was wel duidelijk. Wat ik ga doen. Ik moet nou niet de lafaard gaan uithalen. Ik moet zeker weten dat ik er mee wegkom. Maar dat moet geen probleem zijn. Mijn auto is snel genoeg en anders jat ik die van de buurman wel. En Louis die wist het. Hij ging het echt maken. Hij ging er volledig voor. En hij dacht, ja, het duurt niet lang meer. Mens. En hij begon op haar heen te steken en niet normaal meer. Gewoon godsallemachtig, wat een bloedbad, man. Hij dacht nog aan de buren, want die zitten wel vaker te gluren. Maar het kon hem ook allemaal geen reet meer schelen, zolang hij hier maar vanaf was. En dat was hij. En hij ging er vandoor. En met hem zou het allemaal wel goed komen. Bahama, and I slap